Het is inmiddels geen geheim meer hoe Matthijs van Nieuwkerk zo vloeiend lange lappen tekst recht in de camera kan presenteren. Hij gebruikt een autocue. Dat is een systeem dat de tekst recht voor de lens presenteert voor wie in de lens kijkt. Nou, het principe is heel eenvoudig. Een liggend scherm weerkaatst in een 45 graden opgestelde glasplaat. En de lens kijkt dan door die glasplaat en de teksten zijn onzichtbaar voor de lens. Omdat aan de zijkanten elk licht wordt afgeschermd met een doek. Nou, dat is het principe eigenlijk van dat telepromptingssysteem. Dat systeem heet in de volksmond AutoQ. En dat is echter een merk. Het is zeg maar de Coca-Cola onder de voorleesystemen. In het Engels heet de categorie producten teleprompter. Nou, met de komst van de iPhone en van tablets is het opeens gemakkelijk en betaalbaar geworden om teksten op een mobiel scherm te tonen. De marktleider AutoCrew kwam heel snel met een iPhone teleprompter op de markt. Door de degelijkheid van het systeem was het echter minder mobiel. Diverse andere fabrikanten kwamen ook met oplossingen. Nou, dankzij het internet kan iedere Willy Wortel nu zijn of haar idee en product met de wereld delen. En dat is precies wat een Willy Wortel uit Australië nu doet. Met twee glasplaatjes en een origami vouwtruc met doek is uit deze drie onderdelen en een willekeurige tablet een teleprompter te maken. Nou, een geniaal idee. Ik lees nu deze labtekst op vanaf een tablet met dat systeem. Wil jij kans maken om een teleprompter te winnen voor de iPhone? Maak dan nu jouw eigen Matthijs van Nieuwkijk voorleesfilmpje en deel dat op dit kanaal. En stuur dan even het linkje naar prijsvraag.macfan.nl Het filmpje wat ik het leukst vind krijgt de iPhone AutoCue teleprompter cadeau. Nou, ik blijf voorlopig deze uit Australië gebruiken, de Promptit. Frontit.com.au Ga daar kijken. Uh, hartstikke leuk topproduct. Geniaal idee.